Ja. Ik ben heel blij dat het nu dat het zover is. Hoewel er natuurlijk ook weer een heleboel andere vraagtekens voor in de plaats komen. Maar ik ben blij dat het nu wel out in the open is. Het is ook heel gek dat je zeg maar voorheen, want vanochtend waren we met dat clubje bij elkaar. En dat je denkt van, we zitten nu nog op ons eilandje met z'n tienen. En dat het nu van iedereen is, is ook wel gek. Maar ja, dat is wel ook prettig. Wat denk je? Want tot nu toe heb je misschien moeten zwijgen wat je hebt gedaan. Maar nu moet je tactisch elk woord gaan wegen. Antwoorden gaan, vragen gaan ontwijken, ja. Ja. Nou, komt wel goed. Ja. Is dat, zie je er iets tegenop? Vind je het ook gewoon een leuk onderdeel van dit spel? Ja, want dat was ook wel een van de redenen waarom ik wel graag mee wilde doen met Wie is de Mol. Omdat het leek me zo te gek om, zeg maar, dat mysterie, al die geheimzinnigheid zo in het echt te ervaren. Van hoe gaat dat dan en hoe is dat dan? Vond je het überhaupt leuk dat je wat gevraagd wordt? Ja, natuurlijk. Is het te gek dat ze je bellen en zeggen van, zou je het leuk vinden? Ik dacht van, ik? Hoezo? Wie moet ik nou met dat programma? Hoezo moet ik met Wie is de Mol mee? Dat was eigenlijk mijn eerste gevoel. En later realiseerde ik me dat ik smoesjes aan het verzinnen was waarom ik niet mee zou hoeven. Daar heb ik toch helemaal geen tijd voor en ik kan dat toch helemaal niet en ik ben helemaal niet sportief en waarom zou ik dat toch doen? En toen dacht ik ineens van, wacht even, misschien is het juist daarom wel te gek om gewoon daarin te gooien en ervoor te gaan en gewoon in dat avontuur te storten. Dus toen zeiden ze van, nou, we bellen later nog wel terug. Dus toen ze terugbelden, zei ik, oké, ik doe het. Dan stap je op het vliegtuig, dan begint het spel. Vanaf moment 1 moet je natuurlijk scherp zijn. Ja. Op een gegeven moment is dat start zijn inderdaad. En dan is het oren en ogen open, ja. Ja. Wat was voor jou een hoogtepunt? Sowieso het hele meedoen. Te gek. En erbij zijn, ja. Het is natuurlijk bekend dat er veel molloten zijn. Mensen die alles... Merk je daar al iets van? Nee, nou ja, nu nog niet. We hebben natuurlijk wel ook in de groep dat in de gaten gehouden van wat is er allemaal gebeurd en geschreven en gedaan. En ik had dat nooit zo in de gaten. Ik staat daar ook niet bij stil als je zeg maar in de aanloop daar naartoe. Want dan ben je zo met jezelf bezig. Denk van, hoe ga ik dat doen en zo. Maar nu ontdek ik ineens van, wauw, we worden van alle kanten bekeken en iedereen is er heel druk mee bezig. Ja, te gek. Welke aflevering vloog jij er ook weer uit? Ja, ik weet altijd veel, maar er zijn ook antwoorden die Bureau Kijkende Vechten niet heeft. Ik kom erbij op terug.